Om deze jongen gaat het, de Britse Archie van 12. Hij raakte in april in coma, volgens zijn moeder doordat hij meedeed aan een online challenge. Sindsdien ligt hij in het ziekenhuis, maar daar gaat het niet goed met hem. De hersenen van Archie werken niet meer en zullen het ook nooit meer gaan doen. Speciale machines hebben de afgelopen tijd gezorgd dat Archie blijft ademhalen, maar omdat hij niet meer beter kan worden, willen de artsen dat dat nu stopt. Dat betekent dat Archie zal overlijden. Zijn ouders zijn daar woedend over. Zij geloven dat hun zoon wel beter kan worden en willen dat artsen het blijven proberen. Daarom stapten ze naar de rechter en schreven een brief aan de minister van Volksgezondheid. De Britse rechter besloot dat de artsen gelijk hadden en dat ze de machines van Archie mogen uitzetten. Maar zijn ouders lieten het er niet bij zitten. Zij gingen opnieuw naar een rechter, maar ook die oordeelde vandaag dat de artsen de behandeling mogen stoppen. Het is natuurlijk een erg verdrietig verhaal en veel mensen in het land leven mee en volgen het nieuws. En de familie van Archie wil heel graag dat hij toch nog beter wordt, maar zijn artsen zeggen, hoe erg ook, we kunnen niks meer voor hem doen.